Landgenoten, Braden Angasisa, Famierman, vandaag herdenken wij de Dag der Marrons. Deze dag wordt gekenmerkt als een bijzondere dag voor de Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder voor de Marrons. Wij blikken terug naar het jaar 1760, toen er een vredesverdrag gesloten werd tussen het toenmalig koloniaal bestuur en de Njuka-stam van de Marrons in Suriname. In dit vredesverdrag werden de vrijheid en zelfstandigheid van de Marron-groep erkend. Op deze internationale herdenkingsdag brengen we hulde aan alle slaven wiens menselijkheid werd ontzegd en die eeuwenlang gruwelijke wreedheden hebben moeten doorstaan. De Marrons hebben strijd geleverd tegen onrecht en tegelijkertijd hebben ze ook een strijd geleverd voor de erkenning van de menselijke waardigheid. Nu moeten wij gezamenlijk een strijd leveren voor de wettelijke erkenning van de grondrechten van de Marrons en de inheemsen. Zonder strijd geen overwinning. Landgenoten, Louis Braden Angasisa, de regering zal de gemeenschappelijke strijd tegen elke vorm van slavernij voortzetten. We moeten ervoor zorgen dat alle mensen in waardigheid en gerechtigheid leven. Slavernij behoort tot de meest afschuwelijke uitingen van de menselijke wreedheden in de geschiedenis. Slavernij op de plantages was een gruwel voor onze voorouders, ondanks de pogingen van de kolonisten om het tegendeel te beweren en de slavernij te rechtvaardigen op grond van het feit dat deze in Afrika werd beoefend. Dat maakte deel uit van een poging om de slaven te domineren en te onderwerpen. Ondanks de gemeenschappelijke strijd tegen slavernij is deze niet volledig uitgeroeid in de wereld. Veel vormen van slavernij bestaan er nog steeds. De wereld worstelt nu ook met de nieuwe vormen van slavernij, waaronder mensenhandel, dwangarbeid, kinderarbeid, waarbij vele kwetsbare groepen eronder lijden. Laten we onze inspanningen intensiveren om een eind te maken aan de moderne slavernij van het heden. Landgenoten, Louis Braden Angasisa, laat ik mijn overtuiging herhalen dat menselijke waardigheid centraal staat in ons regeerbeleid. En als president garandeer ik u dat ik geen enkele vorm van slavernij zal dulden. Zoals de zero tolerantie voor de grensoverschrijdende misdaad geldt, geldt zero tolerantie ook voor de slavernij. Slavernij hoort niet thuis in onze wereld. Deze is de meest flagrante schending van mensenrechten. Tot slaafgemaakte mensen worstelden tegen een systeem waarvan ze wisten dat het verkeerd was. Bij vele gelegenheden offerden de slaven hun eigen leven voor de zaak van vrijheid en waardigheid. Landgenoten, vandaag brengen we opnieuw hulde aan de vrijheidsstrijders voor hun veerkracht in het licht van onderdrukking en hun vastberadenheid. Ze hadden de moed om onderdrukking te weerstaan door middel van eenheid, van doel en kracht van samenhorigheid. Wij erkennen de enorme bijdragen die tot slaafgemaakte mannen, vrouwen en kinderen hebben geleverd aan de cultuur, kennis en economieën van de landen waarnaar ze werden vervoerd. Landgenoten, laat mij mijn overtuiging herhalen dat menselijke waardigheid centraal staat in ons regeerbeleid. Als president garandeer ik u dat ik geen enkel vorm van slavernij zal dulden. Zoals de zero tolerantie van de grensoverschrijdende misdaad geldt, geldt zero tolerantie ook voor de slavernij. Slavernij hoort niet thuis in onze wereld. Deze is de meest flagrante schending van mensenrechten. Tot slaafgemaakte mensen worstelden tegen een systeem waarvan ze wisten dat het verkeerd was. Bij vele gelegenheden offerden de slaven hun eigen leven voor de zaak van vrijheid en waardigheid. Landgenoten, vandaag brengen we opnieuw hulde aan de vrijheidsstrijders voor hun veerkracht in het licht van onderdrukking
en hun vastberadenheid. Ze hadden de moed om onderdrukking te weerstaan door middel van eenheid van doel en kracht van saamhorigheid. We erkennen de enorme bijdragen die tot slaafgemaakte mannen en vrouwen en kinderen hebben geleverd aan de cultuur, kennis en economieën van de landen waarnaar ze werden vervoerd. Landgenoten, niet alleen het coronavirus is een dilemma, maar ook het opkomende virus van racisme. We erkennen dat de impact van de slavernij vandaag de dag nog steeds zichtbaar is in raciale onrechtvaardigheden en ongelijkheden. Daarom nodigen ieder uit om het pad van racisme en discriminatie te verlaten, om samen de natie Suriname op te bouwen. Op een dag zullen we rond de tafel zitten en als familie erover moeten praten. Daarom ben ik mijn toespraak begonnen met Famirimang. Landgenoten, Famirimang, tijdens mijn jaarrede op 1 oktober heb ik met vaste overtuiging laten doorschemeren dat eenheid in onze verscheidenheid iets is wat wij moeten koesteren. Dit heeft ons tot voorbeeld gemaakt van velen in de wereld. Ik mag als uw president nu leiding geven aan de nieuwe koers van ons land. En dat is een eervolle opgave, maar één met grote verantwoordelijkheden. Als president moet ik het land dienen en ook onze broontje Jari samenleving dichter bij elkaar brengen. Surinamers zijn betekent dat wij allen die hier wonen, ongeacht etniciteit, het multiculturele product zijn van dit prachtig land. Na bijna 200 jaar gedeelde geschiedenis kunnen wij elkaar niet in een etnisch hokje laten stoppen. Wans opé, tatakemopo, wie moest zitten kondreboom? Hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. We gaan het land op het juiste spoor brengen. Landgenoten van Mirimang, als volk worden we geconfronteerd met ernstige economische uitdagingen. De situatie is ook verergerd door de COVID-19-pandemie. We hebben echter alles in huis om terug te gaan naar de basis. Onze voorouders hebben dat ook gedaan. Een fijne dag der Marons toegewenst. Ik dank u. Grand Tangi. God bless you.